Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom bij Creatief met Rebecca. Het is weer sneeuwmaaltijd en we gaan vandaag een sneeuwmaal maken met behulp van het Journal Design Pad van Craft Sensations. Deze zijn natuurlijk verkrijgbaar bij de Action. Ik gebruik dit als basis. Maar mocht je een andere basis materialen hebben, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Je hoeft niet de materialen te gebruiken die ik in huis heb. Ik zeg ook altijd, gebruik de materialen die je voor handen hebt. Die zijn net zo goed. En zoals altijd verloot ik natuurlijk mijn sneeuwmails altijd voor onder mijn kijkers. Dus mocht je het nou leuk vinden om deze sneeuwmail te ontvangen, laat me dan vooral weten in de comments. En wie weet komt deze sneeuwmail volgende week jouw kant uit. En voor nu zal ik zeggen, pak wat lekkers erbij en dan gaan we gewoon weer creatief aan de slag. En vergeet vooral deze video niet even een duimpje omhoog te geven. En mocht je er nieuw zijn op mijn kanaal, abonneer dan eventjes. En vind je het leuk om een notificatie te ontvangen, druk dan even op een belletje. Zodat je weet wanneer ik een nieuwe video upload. En ik ga beginnen met uitzoeken van de basis. Ik ga dit keer een enveloppe sneeuwmaal maken. Ik heb deze vorm al een keer eerder gebruikt, maar hij blijft gewoon heel leuk. En zeker als een beginnende sneeuwmeler is het gewoon een hele leuke variant om mee te beginnen. Van het blok is 25 centimeter. Dus mocht je nou geen puntsbord hebben, dan meet je gewoon de helft van 25. En daarmee zet je dan schuine lijnen naar beneden. Zodat je ook handmatig een envelop kunt vouwen. En dan heb ik hier een papier van 15 bij 15. En dat vouw ik even door de midden zo meteen. En dan ga ik hem knippen. En als ik hem in de midden heb gevouwen, dan knip ik hem. Zodat er twee driehoeken ontstaan. En deze ga ik natuurlijk gebruiken voor de binnenkant. Want hier komen natuurlijk de spulletjes in die we gaan meesturen met deze sneeuwmaal. En dan lijm ik hem vast gewoon met een lijmrolletje. Die zijn natuurlijk ook gewoon verkrijgbaar bij de Action. En mocht je nou gewoon een papier hebben van 15 bij 15, ook bij 15 bij 15, kun je natuurlijk een envelopje maken. Dit is een hele grote, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een kleinere envelop maken. Dan draai ik hem om en dan pak ik nog een vierkant bij 15 bij 15. Die vouw ik weer door de midden en dan knip ik hem weer. En ik hoop natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Met mij gaat eigenlijk alles goed. Ik ben eigenlijk gewoon weer lekker aan het sporten met hardlopen. Ik ga misschien dit jaar meedoen met de social run vanuit mijn werk. Ga ik me inzetten. Dat is een goed doel wat zich inzet tegen stigma's in de zorg. Dat is meestal als je een diagnose hebt, dan kom je daar heel lastig van af. En mensen beoordelen je ook vaak als je een stempeltje hebt. Of je nou een lichte handicap hebt of een verstandelijke beperking. Of als je nou een psychiatrische aandoening hebt of depressie of burn-out hebt. Als je eenmaal die stempel hebt, dan is het heel lastig om daarvan af te komen. En zoals jullie wel weten, werk ik natuurlijk zelf in de geestelijke gezondheidszorg. Dus ik zie dagelijks de worsteling van mensen die zo'n stempel krijgen. En de bedoeling is dan aan het einde van dit jaar 50 kilometer ga hardlopen. Dat doe ik niet non-stop, dat doe ik met een team van 8 personen. En het is een soort estafette van 4,5 uur lopen om en om. En dan 4,5 uur rust. Maar we gaan het verdelen over 3 dagen. En het is wel non-stop rennen. Dus 3 dagen rennen. 50 kilometer. Ik heb inmiddels al mijn spulletjes eruit geknipt. En die ga ik natuurlijk in het midden stoppen. Dus alle kaartjes in deze kaart zijn natuurlijk gebruiken voor in een bullet journal. Of om een sneeuwmaal te versieren. Of om gewoon lekker cadeau te doen aan iemand anders. Ga ik mijn volgende blad, ook hier ga ik natuurlijk de spulletjes even afknippen. En ja, de zomervakantie staat natuurlijk alweer bijna voor de deur. En
Misschien heb je vakantieplannen, misschien ook niet. Ik blijf gewoon met mijn gezin in Nederland. We gaan een weekje naar Centerparks. En daar heb ik ook wel veel zin in. Aangezien situaties in landen heel snel kunnen veranderen, is het risico te groot om naar het buitenland te gaan. Ik ga mijn sneeuwen omdraaien en dan ga ik de voorkant versieren. Hierin gaan natuurlijk alle plaatjes die ik meestuur. En ik doe dat eigenlijk gewoon altijd willekeurig. Ik tel ze niet. Ik stop er gewoon wat bij. Ik krijg wel eens de opmerking, goh, wat stop je er veel bij? Maar ik vind het ook gewoon leuk om wat extra's erbij te stoppen. En niet per se 3 of van die 3 of van die 3. En deze sneeuwen kun je natuurlijk versturen in een grote envelop. Die zijn natuurlijk verkrijgbaar bij de boekhandel, bij een Primera. Maar je kunt natuurlijk ook de grote enveloppen bij de Action halen. En je kunt hem thuis gewoon wegen op een keukenweegschaal, zodat je weet hoeveel postzegels erop moeten. Maar je kunt natuurlijk ook naar het postkantoor, of bij ons in ieder geval de Primera. Dan heb je een PostNL-punt en daar wegen ze hem ook. En dan doen ze natuurlijk gewoon de hoeveelheid stickers erop plakken, naar gewicht. En ik versier nog even de binnenkant. En dan is dit het eindresultaat geworden van de sneeuwmeel van deze week. Zo ziet het eruit. Dit is natuurlijk de enveloppenvorm. En in het midden zitten natuurlijk eigenlijk alle spulletjes die je mee kunt sturen. Het komt natuurlijk uit het journalpad. Er zijn heel veel spulletjes voor een bullet journal. Of voor gewoon om lekker een nieuwe sneeuwmeel mee te maken. En aan de voorkant zitten natuurlijk ook spulletjes. Die kun je natuurlijk gewoon heerlijk gebruiken. En dan gaan we hem natuurlijk dichtmaken. En we vouwen hem eigenlijk gewoon dicht en dan lijm ik hem vast. En doe ik er voor de zekerheid nog een heel klein washi-tapeje op, zodat hij zeker goed blijft zitten. En volgende week ga ik natuurlijk weer de winnaar of winnares bekendmaken van deze sneeuw, omdat ik het altijd leuk vind om onder mijn abonnees post te versturen.